In Nederland is de afgelopen jaren, onder invloed van de nationale teams, geleidelijk een speelwijze ontwikkeld die je zou kunnen omschrijven als snel, dynamisch en verrassend. We denken dat zo'n speelstijl niet alleen maar attractief is voor spelers en toeschouwers, maar in de Nederlandse situatie ook het meest effectief. Het sluit het beste aan bij de fysieke en mentale eigenschappen van Nederlanders. Sterke punten zijn bijvoorbeeld creativiteit, snelheid van handelen en goede trainbaarheid. Deze film laat zien hoe de Nederlandse handbalvisie op topniveau wordt uitgevoerd. Het is binnen het Nederlands Handbalverbond de centrale spelvisie en richtinggevend voor alle niveaus, dus ook voor de opleidingen. Kenmerkend voor de Nederlandse speelwijze is dat er bij balbezit een hoog baltempo en veel beweging is. In de verdediging moet je niet alleen maar reageren op de acties van de tegenpartij, maar als het mogelijk is, het initiatief overnemen. Dat betekent dus meer anticiperend dan reagerend verdedigen. Bij de omschakeling van verdediging naar aanval wordt er zo snel als mogelijk gezocht naar een mogelijkheid om te scoren. En bij de overgang van de aanval naar verdediging moet je proberen om de bal zo snel mogelijk weer te veroveren. Een speelwijze is dus een complex begrip. Het is de structuur die je aanbrengt in het samenspel bij balbezit. Het is de manier waarop je samenwerkt in de verdediging. En het is de manier waarop je reageert bij de omschakeling van aanval naar verdediging en omgekeerd. Bij de Nederlandse speelwijze is er dus een snelle omschakeling tussen verdedigen en aanvallen. De verdediging van de tegenpartij is op dat moment meestal nog niet georganiseerd. Met een snelle omschakeling kun je daar gebruik van maken. Op het moment van balbezit moet je met een dynamische omschakeling de spelers van de tegenpartij proberen te overlopen. Daarbij moet je steeds goed oriënteren waar je medespelers en tegenstanders zijn en zorgen dat je aanspeelbaar bent. En anticiperen op een afsluitende actie. Ook de keeper moet altijd zo snel mogelijk de bal in bezit krijgen en direct oriënteren op de spelers die vragen om een lange paas. Ook na een tegendoelpunt kun je met een snelle beginworp de tegenstander verrassen. Een van de opbouwspelers neemt de beginworp en de rest maakt een vliegende start. De hoekspelers en de cirkelspeler vormen de eerste lijn. Die kunnen dan snel hun positie innemen en verrassend scoren. Wanneer een snelle omschakeling niet direct een doelpunt oplevert, dan moet je zorgen dat je de verdediging onder druk houdt.
Die moet de dekking niet de gelegenheid geven om zich goed te organiseren. Als dat niet een direct resultaat oplevert, dan kan je eventueel afspraken maken. In de aanval is de basisformatie meestal zo. 2 hoekspelers, 1 cirkelspeler en 3 opbouwspelers. Alle spelers staan breed en diep. Dat betekent dat de hoekspelers dicht bij de achterlijn spelen en de posities van de buitenopbouwers steeds zoveel mogelijk bezet zijn. Deze speler heeft wat meer vrijheid en is minder positiegebonden. Met zo'n veldbezetting bereik je dat de spelers van de tegenpartij ook wat breder en dieper moeten gaan spelen, waardoor de ruimtes tussen de verdedigers groter worden. Door de snelle en dynamische speelwijze worden de verdedigers gedwongen om veel mee te bewegen. De kans dat ze daardoor fouten gaan maken is groter. Het is voor verdedigers moeilijker om in snel wisselende situaties steeds op tijd en op de juiste manier te reageren. Na balverlies probeer je zo snel mogelijk weer balbezit te krijgen. Bij het teruglopen moet je al herkennen wat de tegenstander en je medespelers doen. Zo kun je direct reageren op de situatie en verhinderen dat de tegenpartij gebruik maakt van de ruimtes. Medespelers die dichter bij de speler met bal zijn, zorgen ervoor dat een korte paas niet mogelijk is, zodat alleen dit mogelijk is. Dat betekent dat je vanuit een verdedigende intentie op het juiste moment moet omschakelen om de bal te onderscheppen. Kenmerkend voor de manier van verdedigen is dat je niet alleen maar reageert op acties van de tegenstander, maar ook zelf initiatieven neemt. Je moet dus niet alleen maar reageren op de acties van de tegenstander, maar ook proberen om iets af te dwingen. Je kunt bijvoorbeeld het initiatief houden door een loopweg aan te bieden. Daarmee lok je een actie van deze aanvaller uit. Een verrassend element is het kruisen in de verdediging. Daarbij neemt de hoekspeler het initiatief om af te wijken van de gebruikelijke organisatie en dit te doen. Een ander verrassend element is wanneer één speler afwisselend offensiever en defensiever speelt. Door die constante wisseling in de manier van verdedigen kan de tegenpartij zich niet instellen op een vaste verdedigingsformatie. Maar het is alleen maar effectief als medespelers dat initiatief op de juiste manier ondersteunen. Deze manier van spelen vraagt grote fysieke vaardigheden. Je moet initiatiefrijk en verrassend kunnen verdedigen. En je moet in staat zijn om steeds rugdekking te creëren.
Om kansen te creëren hebben we ook een grote variatie aan tactische elementen. Dat kunnen acties zijn waarbij het hele team betrokken is. Maar het kunnen ook afspraken zijn tussen twee of drie spelers. Voorbeelden van acties waarbij het hele team samenwerkt zijn bijvoorbeeld de combinaties met wissels. Een andere groep is die waarbij in de loop van de aanval er een cirkelloper bij komt. Al die tactische elementen zijn bedoeld om een situatie te creëren waarin voordeel te behalen is. Maar of dat voordeel wordt benut, is in grote mate afhankelijk van of iedere speler de juiste keuze maakt. Dat noemen we de individuele tactiek. In de Nederlandse handbalvisie is die individuele tactiek erg belangrijk. Als je de Nederlandse handbalvisie zo kernachtig mogelijk wilt omschrijven, dan is dat met de woorden snel, dynamisch, verrassend en effectief. Die kernbegrippen zie je tijdens een handbalwedstrijd in allerlei verschijningsvormen terug. Snel betekent bijvoorbeeld snel lopen, snel inzicht hebben en snel handelen. Dynamisch is bijvoorbeeld de manier waarop de omschakeling tussen verdedigen en aanvallen wordt uitgevoerd. Maar het is ook de dynamische manier van bewegen. En verrassend zijn de onverwachte acties waar de tegenpartij niet op rekent en waar vaak een kans uit voortkomt. Als de speelwijze goed wordt uitgevoerd, dan zie je die kernbegrippen voortdurend terug. En is ook het begrip effectief van toepassing. Snelheid, dynamiek en verrassing staan dus in dienst van de effectiviteit. We willen immers winnen. Om die spelvisie te kunnen realiseren gaan we uit van 5 trainingspijlers. Dat zijn fysiek, techniek, tactiek, mentaal en sociaal. Fysieke eigenschappen zijn onder andere kracht, snelheid en uithoudingsvermogen. Techniek heeft vooral te maken met balbeheersing en snelheid van handelen. Bij tactiek gaat het om spelinzicht. Mentale eigenschappen zijn discipline, zelfkennis en de wil om te winnen.
en sociale vaardigheden zijn onder andere elkaar bij een komende nederlaag blijven steunen. In een handbalwedstrijd maak je voortdurend gebruik van deze pijlers. Maar omdat er zo'n nauwe verwantschap is, zijn ze nauwelijks van elkaar te scheiden. Bijna elke actie heeft te maken met een combinatie van technische, tactische, fysieke en mentale aspecten. Om de Nederlandse speelwijze goed uit te kunnen voeren, zijn veelzijdige spelers nodig. De speelwijze is fysiek en mentaal behoorlijk belastend. De snelle omschakelingen, het dynamische aanvalsspel en de initiatiefrijke verdediging vergen veel energie. Je moet technisch vaardig zijn. Door het hoge baltempo en de vele bewegingen moet je een hoge handelingssnelheid hebben. Ook met technische hoogstandjes of allerlei worpvariaties kun je de tegenstander verrassen. Tactisch vergt de speelwijze ook nogal wat. Alle acties van de speler met bal en de speler zonder bal moeten op elkaar zijn afgestemd. Dat hangt voor een groot gedeelte af van je inzicht om in complexe situaties de juiste oplossing te kiezen. Dat noemen we dus individuele tactiek. Maar het herkennen van de juiste keuzes alleen is niet voldoende. Je moet je acties ook technisch uit kunnen voeren. De speelwijze is dus een grove structuur van de manier waarop je wilt handballen. De filosofie van de Nederlandse handbalvisie is dat binnen die hoofdlijnen iedere speler een zekere vrijheid heeft om dat op zijn eigen manier in te vullen. Daarom hangt het uitvoeren van de speelwijze af van het inzicht en de vaardigheid van spelers. In continu wisselende situaties moet je steeds de juiste keuzes maken. Dat geldt dus niet alleen voor de speler in balbezit, maar voor alle spelers. In de Nederlandse handbalvisie krijgen spelers van de coach veel vrijheid om zelf oplossingen te zoeken. Zij moeten zelf de verantwoordelijkheid durven nemen voor een beslissende actie.